De schildklier. Een knusse scheikundige werkplaats voor schildklierhormoon. Hormoon komt eigenlijk van het woord zwerven. Je gaat sneller ademen. Je gaat zweten. Je kan het vergelijken met een centrale verwarmingssysteem. En die kinderen ook, die waren zo klein, die sleurde ik gewoon overal mee heen, hoor. De meest enge attracties. Hoe komt dat? De meest voorkomende oorzaak is dat er in de schildklier een bepaalde stimulatie plaatsvindt door antistoffen. Deze ziekte is genadeloos. Kon ook niet stoppen. Het was echt zo'n trein waar ik in zat en die dennelde maar door. Van manisch depressief, zou ze dat dan zijn? Ja, ik woog op een gegeven moment onder de 50 kilo. Vaak midden in de nacht nog gaan strijken. De kinderen kregen heel vaak patsen op de billen. Thuis moet het goed functioneren, anders kan mijn man ook niet goed functioneren natuurlijk. Zo moe, duizelig. Ik kreeg het maar koud en stijf en strom. Nou, dit zijn dus de kruiken die ik dus gebruikte voor mijn handen warm te houden en om mijn voeten warm te houden. Ik werd zwaarder. Nou, dan wist ik het gewoon niet meer. Dan stond ik gewoon stil en dan bleef ik maar denken wat ik toch moest doen. Iemand voor een leugenaar uitmaken dat het helemaal niet is gezegd. Die liep echt uit de hand. Ja, daar is gewoon in mijn gezicht spuugde bijvoorbeeld en zo. Doorgaan. Toen weet ik nog wel dat ik echt een paar dagen achter elkaar gewoon begon te huilen en dat ik helemaal niet meer kon ophouden. Dus je ziet dan wel dat mensen heel veel energie steken in het op de been blijven. Ik balanceer echt op het randje van de afgrond. Toen is het balletje pas gaan rollen. Jezus, het was nou gruwelijk hyper. Ik was hartstikke blij. Ik wist amper dat hij hier ik scheelt me, ja. Ik ben niet gek. Het is niet alleen maar... Ik werd ook wel boos. Ja, mijn huisarts op de medische wereld. Wat wij doen is allemaal symptoombestrijding. Wat een wondermiddel, zeg. Die strumazol. Ik werd gewoon wel rustiger. Ze hebben maar een minimaal effect op de oorzaak van de ziekte. Ik zie weer blaadjes aan de bomen. Ik hees mezelf van de bank. Ja, toen ben ik ook echt brullend aan de schildklierspecialist gegaan. Ik zei, ik at niet, ik vrat. Ik kan me goed voorstellen dat mensen in zo'n fase zeggen, ik hang mezelf op. In verreweg de meeste gevallen houdt de schildklier er op den duur ook mee op. Nou, als je die potpillen hebt en je bloedwaarden zijn goed, dan heb je geen klachten meer en dan krijg je ook geen klachten meer. Je wordt er 100% beter. Ik ben blij dat die pilletjes er zijn en dan hoop ik dat ik weer de oude ben. En, ja. Ik heb het gevoel dat ik nooit meer de oude geworden ben. Zo als ik toen was, zo wil ik dus ook nooit meer worden. Toen hield ze vast en toen keek elkaar, we huilden alle twee natuurlijk. En toen hebben we gezegd, hier moet iets aan gebeuren. Op zich ben ik toch wel blij dat het maar is overkomen. Ik heb mijn pilletjes en dan ben ik heel erg tevreden. Het is niet zo dat ik mezelf heb aangedaan. En, Dus dat was weer de vraag.